Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag weer beslist dat de 19,5 miljoen euro waarop er in 2018 beslag werd gelegd teruggegeven moet worden aan Suriname. De centrale bank deed samen met de DSB, Hakeringbank en Finabank een beklag tegen de inbeslagname. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken liet weten dat de regering op een snelle teruggave van dit geld rekent. Teruggeven van het geld zal volgens hem leiden tot verdere stabiliteit van de banken en mogelijk gunstige invloed hebben op de wisselkoersen. Suriname zal de bilaterale betrekkingen binnen de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten tussen en met de Europese Unie versterken en uitbreiden. Dat heeft ambassadeur van Suriname in België, Gilbert van Lierop, op 16 december 2022 bij de aanbieding van zijn geloofsbrieven aan EU-president Charles Michel aangegeven. Tijdens het onderhoud is van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen die voor Suriname en de EU van belang zijn. President Chandrika Persatsontoki keurt de acties en gewelddadigheden in de hoofdstad van Brazilië af. Het staatshoofd benadrukt het belang van naleving van democratische regels in een land. Santoki is blij dat de orde inmiddels hersteld is en wenst zijn Braziliaanse collega veel kracht toe in deze uitdagende tijd.